Ik ben Tijn Leuzink. Ik ben Nick Leuzink. Welkom bij Jumbo Leuzink Goor. Als broers heb je denk ik een grenzeloos vertrouwen in elkaar. En dat is denk ik echt wel een hele goede basis daarbij. En we weten dat we het apart van elkaar niet zouden kunnen een aantal winkels runnen. Maar dat we het samen kunnen het hartstikke goed. Deze winkel is 7 jaar geleden en hebben we deze erbij over kunnen nemen. Het was een oude Albert Heijn. Dat zie je hier ook al deels nog weer terug. Dat is een vraag die we vaak krijgen, bijvoorbeeld met de galgalende eetwas. Ja, heel veel normale consumenten weten niet de combinatie met Ahold en Jumbo. Dus en die zijn gewoon blij dat hier drie supergoede formules onder één dak zitten. Ik ben Joop Peters, ik ben hier vestmanager. Ik ben verantwoordelijk voor de brood, vleeswaren, kaas, groenten en slagerij. Geen bedrijfsleider, wij doen het met z'n drietjes. Omdat je rechtstreeks met de directie in gesprek zit, sla je eigenlijk een schijf over. Dat is een hele korte communicatielijn, dat is wel fijn. Daar geloven we in dat mensen verantwoordelijkheid moeten krijgen. En uiteindelijk als je dat geeft, dan nemen ze dat ook. Maar op het moment dat je te veel lager ertussen gaat zetten, te veel afstand creëert, verschuilen mensen zich achter anderen en nemen zij hun eigen verantwoordelijkheid niet. Met vertrouwen begint alles, denk ik. Dus vertrouwen in je leverancier, in je klanten, maar ook zeker in je medewerkers. Als ik iets bedenk, denk ik bij mezelf van nou, dat vind ik een leuke stunt om te gaan doen. Eventjes met elkaar overleggen en is het altijd goed. Nou, we werken met name heel veel samen met lokale andere ondernemers. En eigenlijk hebben we nou een goede samenwerking mee, dat noemen we in ons nobberschap. In de kantine aten mensen brood van bakkerij Nolle. En toen we ze vragen stelden, ja, waarom eet je ons eigen brood niet? Ja, dat vinden we niet lekker. Ja, dus hebben we op nagedacht. Dus hebben we bakkerij Nolle in gesprek geraakt. God, wil je bij ons geen brood leveren? En zo is dat aan het rollen gegaan. Ja, dat was zo'n succes. Ja, moeten we dat niet uitbreiden? En dan onder één merknaam, dus nobberschap, zo is dat balletje aan het rollen geraakt. Ik ben Vincent Nollen, mede-eigenaar samen met mijn vrouw van Bakkerij Nollen. Nobbers, dat zijn eigenlijk hier in Twente en in de Achterhoek betekent dat buren. En iets meer als buren, het betekent ook dat je elkaar helpt en elkaar bijstaat. Een nobber is eigenlijk ja, nog iets meer dan een goede buur. Wat we eigenlijk proberen is om zoveel mogelijk ambachtelijke producenten hier binnen deze winkel te halen en hun producten te verkopen, zodat we samen groter worden. De nobbers, de specialisten zijn ook bekende gezichten hier ook in de buurt. Voor ons is het een uitgelegde kans dat wij hier de plek krijgen om uitgestald te worden. En voor Leuzink is het denk ik ook een uitgelegde kans om in ons geval brood van een specialist en groenten van een specialist te verkopen. Daar haal ik ook wel vaak producten van. Visje of salade van de groenteboer. Dat vind ik toch wel belangrijk dat je ook gewoon goede verse producten hebt. Nou, dat nobberschap dat draagt ertoe bij. Het is prettig, ik vind alles. Ik ken mijn loopje. Dit is de boerderij van de familie Keurper. Daarvan verkopen wij onder andere de melk en een aantal andere zuivelproducten hiervan. Nou, de samenwerking is goed. De productie van kaas is wat verhoogd. De yoghurt en vla is wat meer geworden. Ik vind het wel een eer dat zo'n bedrijf ons vraagt om producten in de winkel neer te zetten.